Hoi, is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een zomersterk, maar een apart bloemstuk maken. We maken namelijk zelf het frame. Heel erg leuk, net even iets anders. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaarbloemist.nl. Je kan de gewenste datum aangeven. Dus wil je graag dit pakket bestellen, maar ben je net op vakantie? Dan kan je gewoon eventjes aangeven dat je hem later wil ontvangen. Is ook geen probleem. Goed, jullie hebben een winnaar van mij te goed. Die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon gewonnen ter waarde van 15 euro. Wil jij ook een cadeaubon winnen ter waarde van 15 euro? Laat hier een leuke reactie achter, doe een duimpje omhoog. Wil je dubbel kans maken en deel dan deze video op Facebook of Instagram. Dan doe je twee keer mee. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we zelf het frame maken. Je kan het frame bestellen met een witte ondergrond. We gaan met natuurlijk hout, ja, kurk werken. Of de bruine ondergrond, wat je daarin zelf leuker vindt. Ik ga nu de bruine opmaken, maar de wit is ook heel leuk. En ik haal jullie even dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat het doet. We gaan een heel vrolijk stukje maken. Ik heb allemaal van deze mooie houten bolletjes in verschillende kleurtinten. En die lijm ik hierop. En het leuke is dat je natuurlijk elke keer het frame weer kan gebruiken. Je kan hem op deze manier gebruiken, je kan hem ook andersom doen, wat je zelf leuker vindt. En je kan de bolletjes dicht bij elkaar zetten, je kan het in een groepje doen. Je kan daarin gewoon zelf je eigen ding doen, wat jij leuker vindt. Als je kan zien, lijm ik het gewoon random. Mocht het nodig zijn, kan je nog her en der wat extra lijm toevoegen. Nou, we zetten het straks ook wel iets vaster door de materialen die we nog omheen gaan doen. Ik heb namelijk een mooie bolmos. Die breek ik gewoon in het midden. Heb je een grote stuk, kan je dat ook gewoon doen. Doe ik een klein drupje mos omheen en die zet ik er rond omheen. Als het bolmos te breed is, kan je gewoon de onderkant er even afhalen. En zoals je kan zien, krijgen we al een heel grappig effect. Dan heb ik wat gekleurd IJslands mos. Dat stop ik er ook tussen. Kan je met een beetje lijm doen aan de zijkant. Je kan ze ook gewoon hier tussen duwen. Dan heb ik ook wat takjes, die lijm ik er ook tussen. Goed, dan gaan we nu eerst eventjes wat een en ander toevoegen. Ik heb hier leuke plantjes, vetplantjes. We hebben dus heel weinig water nodig, weinig grond. En die zet ik in de grootste en breedste houtrondjes. Sterk en geeft gelijk een leuk effect. Deze heeft ook lieve bloemetjes, maar ook zonder de bloemetjes zijn ze gewoon heel erg leuk. Dus als ze uitgebloeid zijn, heb je er ook lang plezier van. Als nodig is, kan je even wat potgrond weghalen. Nou, dit geeft gelijk weer een stuk. Kijk hoe geweldig leuk. Prachtig. En ik heb wat glaasjes. En die stop ik ook in her en der een vaasje. En hier kunnen we straks wat bloemetjes in doen. Mocht je dat leuk vinden. En ben je nou eventjes niet thuis of ben je op vakantie. Dan kan je daar natuurlijk de bloemetjes weglaten. En dan heb je toch wat leuks op tafel.
Ik heb ook nog wat leuke schelpen. En die voeg ik er her en der ook nog weer tussen. Dus en die zet ik dan ook eventjes vast met een drupje lijm. Ik heb verschillende kleurtjes. En ik heb even ook wat grotere. Die kan je er ook bij tussen zetten. Nog in de hoogte. Ik vind ze er ook tussen klemmen. Heeft ook wat diepte. Kijk, hoe leuk en hoe schattig. En mocht je het leuk vinden, heb ik eventueel ook wat vlindertjes. Die kan je ook toevoegen. Hoeft niet, kan wel. Is wel heel, heel schattig. Ik haal het draadje dan even af en ik bevestig ze zonder het draadje. Dan heb ik ook nog een leuk vruchtenslingertje. Die ook weer heel leuk bij is. Mooi fris groen en die laat ik er doorheen lopen. Nou, we hebben hem mooi gevuld. Ik heb wat vlindertjes toegevoegd. Ik ga nu water toevoegen aan, in de buisjes. En dan ga ik er nog wat bloemetjes toevoegen. En dan kun je zien dat je eigenlijk met hele sterke materialen iets heel leuks op tafel kan zetten. Wat heel goed geschikt is tijdens de warme dagen. Ik vul de vaasje altijd met deze handige fles. Ideaal, die staat ook in onze webshop mocht je hem willen bestellen. Moet je wel de dop natuurlijk goed dichtdraaien. Maar dan smeer je niet. En kan je kleine vaasje heel makkelijk vullen. Hè? En eigenlijk vind ik bij dit stuk wel heel leuk gewoon een paar takjes gipskruid passen. Hè? Is het ook gewoon super sterk. Maar het past ook heel leuk in het romantische sfeertje. Maar je kan natuurlijk ja, elk soort bloem toevoegen wat je eigenlijk leuk vindt. Mooi vrolijk stuk tafel. En je kan hem natuurlijk aan het seizoen aanpassen. Straks met herfstvruchtjes tussen. Maar je kan er bijvoorbeeld ook nog een trosroosje of iets tussen doen. En die vaasjes kun je dus heel makkelijk weer vullen. Waardoor je echt lang kunt genieten van zo'n stuk. Dan echt een prachtig bloemstuk. Je kan net zoveel vaasjes in doen als je zelf wil. Maar ik vind het ook leuk om er een paar vrij te houden. Zodat je mooi diepte houdt in het stuk. Ja, prachtig leuk. Nou, zo heb je dus echt een heel sterk bloemstuk. Heel leuk. Je kan hem elke keer aanpassen aan het seizoen. Je kan hem eigenlijk ook gewoon maken zoals je hem zelf wil. Wil je hem wat rustiger, hou je hem wat rustiger. Hou je wel van een wat drukker stuk, kan je dat ook doen. Met de herfst doe je wat herfstvruchtjes tussen. Met kerst doe je er wat kerstballetjes tussen. En zo kan je hem elke keer vernieuwen. Maar kijk hoe leuk, vrolijk je het op deze manier hebt. Goed, je kan hem dus bestellen in twee kleuren. In het bruin en in een witte ondergrond. Is ook wel echt heel tof en heel fris. Maar dat kan je zelf natuurlijk aanpassen. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Er zullen ook wat losse materialen van dit pakket beschikbaar zijn. Dus kijk daarvoor op onze website. En wil je meedoen met een winactie en kans maken op een cadeaubon ter waarde van 15 euro? Laat een leuke reactie hierachter en doe een duimpje omhoog. Wil je twee keer kans maken, kan je het ook delen, deze video ook delen op Facebook of Instagram. Maar heb je geen Facebook of Instagram, dan kan je ook gewoon een leuke reactie achterlaten. Goed, ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Abonneer gratis op dit kanaal, dan mis je niks van alle leuke video's die ik maak. En wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!